Weer of geen weer, de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij staat 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om mensen in nood te helpen. Reddingstations door het hele land gaven zaterdag een kijkje in de keuken tijdens de Nationale Reddingbootdag. Voor het KNRM-station in IJmuiden een mooie manier om nieuwe donateurs te werven. Alles wat wij hier willen doen, wat wij moeten doen om mensen te redden, daar is geld voor nodig uiteraard. En daarvoor richten wij ons op donateurs. Dat we meestal ook de mensen zijn die geholpen worden. Jaarlijks wordt de KNRM gesteund door zo'n 80.000 donateurs. Op de Nationale Reddingbootdag zijn er ruim 600 nieuwe geldschieters bijgekomen. Sinds dit jaar kunnen ook kinderen de KNRM ondersteunen. Daarvoor hebben ze hun eigen redenen. Ik ben lid geworden omdat ik de boten heel mooi vind en het werk wat ze doen heel goed vind. Opa is gered. Ik vind de boten mooi. Met die mooie boten rukten de vrijwilligers van de KNRM vorig jaar bijna 2000 keer uit. Maar vaak kan een uitruk op eenvoudige wijze worden voorkomen. Laat weten waar je bent. Bel even met de vuurtoren of de kustwacht. En zeg wanneer, waar je naartoe gaat en wanneer je terugkomt. Tip voor alle mensen met een zeilboot, vooral begin seizoen. Neem een brandstoffilter extra mee of zorg in elk geval de huidige schoon is. Als je dat nog niet doet, komen we graag helpen. Daar zijn we voor. Toch een gouden tip voor zo'n begin van het seizoen.